Ik ga een gerecht maken uit de Gouden Eeuw met allemaal specerijen die naar Nederland toe werden gebracht. Kardamom, foelie, seree, rabietpepertjes en ik ga een stoofvleesje maken. Zo, klinkt fantastisch. En ik heb daar een mooie groente bij. De prei van de week. De prei van de week. We snijden hem eerst eventjes door de midden. Het witte gedeelte gebruiken we voor de preirolletjes. Het groene gedeelte gaan we in de stoof gebruiken. Maar er zit zand in. En hoe halen we dat er nou uit? We snijden hem overdwars, snijden hem in. En je ziet ook dat er wat zand tussen zit. En die gaan we eventjes gewoon spoelen in het water. Zodat al het zand eruit is. En laten we even op een doekje drogen. En dat doen we ook met de andere prei. Zo, dan zijn ze mooi schoon en gewassen. Al het zand eruit. Gaan we ze even blancheren in de pan. Heel belangrijk is, laat het kontje eraan zitten, want dan kan hij niet uit elkaar vallen. En dan doen we gewoon voorzichtig heel eventjes in kokend water blancheren. Het is hier zo gezellig op de markt. Dekseltje erop. En natuurlijk, wat ik net zei, het groen is ook helemaal schoon. Snijden we ringetjes. En gebruiken we voor de stoof, dus die zetten we eventjes apart. Nou, inmiddels is de prei langzaam gaar. Hij moet ook niet helemaal gaar zijn, maar een beetje beetgaar. Zodat we mooie rolletjes kunnen maken, want hij gaat natuurlijk ook nog eventjes in de oven. Dat is de ham. Dus we laten hem eventjes goed in ijswater afkoelen. Als ze afgekoeld zijn, maken we er kleine stukjes van ongeveer 5 centimeter. We hebben natuurlijk een heerlijk pakje boerenham, achterham. Hebben we mooi aan reepjes gesneden. En dan rollen we de prei heel voorzichtig erin. Doen we ze in een mooi schaaltje. Heb ik een beetje ingesmeerd met boter. Doen we er een kaassaus over, die heb ik al gemaakt. Kan je op de site kijken hoe precies, bechamel oftewel de kaassaus. Gieten we eroverheen en dan wat geraspte kaas en een beetje blauwe aderkaas, ook uit Delft. Even in de oven, 220 graden, plus minus een minuutje of 10. Even lekker gratineren en die serveren we bij het stoofvlees. Daar ga ik nou mee aan de slag. Vette riblappen is ideaal in ons stoofpotje, want het geeft een beetje extra vet en structuur. Je kan het ook met sucade doen, maar sucade moet je iets verder doorgaren. Wel een uurtje of anderhalf verder. Nou, hoe gaan we aan de slag en wat hebben we allemaal nodig? Nou, we zaten natuurlijk in de VOC-tijd, kwamen al die schepen met allemaal verse specerijen, kruiden naar Nederland die we helemaal nog niet konden. Nou, en moet je eens kijken, ik heb hier een bordje klaarstaan met wat kardemom. Ik heb hier foelie, mooie pepertjes, verse gember en een beetje curry, uiteraard. Witte goud uit die tijd toen, witte rijst. En dat gaan we allemaal gebruiken. Wat ik eerst nu eventjes ga doen, de rijst kopen. Dat kan je normaal in een pannetje doen. Ik heb hier een multi-pressure cooker, ideaal voor groentevlees. Maar ik gebruik hem nu voor de rijst. Heel simpel, dekseltje eraf. Hoppakee, rijst erin. Klein beetje water toevoegen. Heel klein beetje zout, is die gelijk klaar. Dekseltje erop, dicht. Heel simpel, laat maar lekker koken. 15 minuutjes aan de gang. Heel belangrijk is om het sucadevlees lekker krokant te bakken. Klein beetje olie en een beetje boter en een beetje peper en zout. En je ziet ook, hij gaat hier karamelliseren, want dat is juist lekker. Dat je hem krokant dichtbakt en dat hij heel mooi het sap erin blijft. En dan gaan we dan als het ware met de specerijen. Dat was het mooie van de Gouden Eeuw. De kans om te conserveren en extra smaken te geven. De kardemom, lekker de foelie. En de foelie is het blaadje die om de nootmuskaat zit. Heel erg lekker in dit gerecht. Mooie seree, verse gember, pepertjes hier zo doen we er lekker bij. Als laatste doe ik een beetje uitjes erdoor. En natuurlijk de preiringetjes die ik gesneden heb. En wat nootjes. En dan ga ik hem afblussen. We zitten natuurlijk in de Gouden Eeuw, hè? Ook de tijd dat het bier in opkomst kwam hier. Gaan we hem een beetje met bier afblussen. Dat is toch erg lekker. En dan laten we hem ongeveer wel 1,5 tot 2 uur lekker sudderen, want het is natuurlijk gewoon suddervlees. Heel belangrijk is ook, vroeger gebruikte ze citroen om extra te conserveren. Ideaal om erin te doen. Laat maar lekker sudderen, 1,5 tot 2 uur. Helemaal top. Wij gaan de bordjes afmaken. Niet alleen lekker, maar willen het dus ook mooi maken.